Als de overheid niet binnen afzienbare tijd ertoe overgaat om de kustlijn bij Weg naar Zee en Paramaribo Noord tegen de zee te beschermen, zal dat catastrofale gevolgen hebben voor de bewoners van deze gebieden. Dat is de noodkreet van Ramon Bajenaat, landbouwer, tevens de voorzitter van het bedevaartsoord Weg naar Zee, en de noodkreet van professor Seunat Naipaal, hydroloog en docent op de Anton de Kom Universiteit. De kust bij Weg naar Zee, over een lengte van 8 kilometer, wordt al jaren geconfronteerd met bewegingen van de zee. 1 keer in 5 jaar vindt er een overstroming plaats door springvloed en raken boeren hun vruchtbare landbouwgronden kwijt. Om dit op te lossen heeft professor Seunat Naipaal van de Anton de Kom Universiteit een oplossing bedacht. 5 jaar geleden is Naipaal gestart met een project om mangroven te planten bij Weg naar Zee, om de kust te beschermen en landaanwinst te realiseren. Niet alle bewoners van Weg naar Zee stonden en staan te springen om de werkzaamheden van Naipaal. Er bestaat veel onbegrip over de aanwezigheid van professor Naipaal. Ramon Bajenaat, zelf geboren en getogen te Weg naar Zee, heeft een andere ervaring met de grillen van de zee. Het meest wat de zee wegneemt is vanaf Merkgranus tot de crematieoord, is 8 kilometer. Dan moet je afvragen, als in 5 jaar 150 meter geplant is, dan wanneer gaat die man einde hebben van Merkgranus en 8 kilometer tot de crematieoord? Het is een lang proces. Je keurt het proces niet af, maar als je zegt dat hij het zeewater gaat tegenhouden, dat bestaat niet. Al gaat die mangrove groeien, wat die man aanplant, het water gaat goed tussendoor gaan. Dus misschien op de lange duur, als het helemaal beplant is, helemaal gegroeid is, dat gaat een heel tijdje duren. Misschien als je in 5 jaar 150 meter is, dan rekent u maar zelf voor 8 kilometer hoeveel jaar het gaat duren. En dan is die zee al zo, we hebben met klimaatsverandering en zeespiegelstijging. Met andere woorden, als we gaan wachten op meneer Naipaal, dan gaat men straks Paramaribo Noord en Weg naar Zee niet meer bestaan. Want het zeewater wordt steeds hoger. Er was een zeespiegelstijging. En de golven worden nog harder door de klimaatverandering. Dus hij mag zijn plantje, we kunnen het niet af, hij mag het planten. Misschien is het goed voor flora en fauna. Maar als hij zegt dat het goed is om tegen de zeewater tegen te houden, dat is niet, dat gaat nooit gebeuren. Bajenaat heeft niet de intentie om het werk van professor Naipaal af te kraken. Maar de landbouwer is erg verontrust door uitspraken van minister Riyad Noor Mohammed, onlangs gedaan tijdens een werkbezoek te Weg naar Zee. Noor Mohammed zei dat de regering plannen heeft om een groene en grijze dam aan te leggen. Daar is Bajenaat niet blij mee. Ik zeg, als minister rekent op een groene en groen en grijs dijk, dan kan ik alvast zeggen dat die inwoners alvast kunnen verhuizen. Laat ze een andere plaats voor die mensen hier zoeken om te gaan planten. Want dat zijn vruchtbare kleigronden. Want dat gaat niet helpen. Als je wacht op die klei, of die grijs en groene dijk, dat, er moet, meneer, ik heb je bewezen, 25 jaar heb ik het bedevaart in stand gehouden. Met stenen, toch? Je ziet het zelf. Dus er moet een stenen dijk komen, sowieso. Het hoeft geen geweldige dijk te hebben. Ik heb de president een brief geschreven. Kijk, we hoeven geen geweldige dijk te hebben zoals Nikeri, etc. Ik heb bewezen met mijn boerenverstand. Ik ben niet geleerd. Ik ben van de ILO school. Maar ik heb bewezen dat ik het bedevaart in stand heb gehouden met stenen. Dus waarom moeten we een dure dijk gaan bouwen zoals Nikeri met MNO? En met die consultants die een heleboel geld gaan vragen, vooral die weet hier in Suriname gaat. De bouwer gaat niet zoveel verdienen als die consultants. Dan gaat de consultant eens nemen, je gaat MNO eens nemen, dan gaat die dijk automatisch duur kosten. We hebben een heel simpel dijk zoals ik gebouwd heb, dat heb je nodig. En dan kan meneer Naipaal zijn parwa voor gaan planten, geen probleem. En dat is goed voor de flora en fauna misschien. Maar als je zegt dat het zeewater gaat tegenhouden, never. We confronteerden professor Naipaal met de grieven van landbouwer Bajenaat. Naipaal gaf aan dat het probleem van de boeren een lang bestaand probleem is dat nooit adequaat is opgelost. Hij blijft ervan overtuigd dat zijn inspanningen resultaat zullen opleveren. Naipaal nam op ons verzoek contact op met Bajenaat om hun standpunten uit te wisselen. Het gesprek was zeer vruchtbaar en de heren hebben besloten om samen op te trekken om het probleem van de optrekkende zee aan te pakken. En aan minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zal gevraagd worden om haast te maken met zijn groene en grijze landbeschermingsplannen.